Wat voor tips gaan we vandaag geven? Tips om te reizen met kinderen. Naar Walt Disney World. Yay. Maar moeten we ook meteen bij zeggen, het zijn ook tips voor reizen naar andere plekken. Maar er zitten een paar specifieke Walt Disney World tips bij. Ja! Nou, Sin, jij mag de eerste tip geven. Kleine speeltjes en snackjes voor in het vliegtuig. We hadden voor Jaden hadden we elke 2 uurtjes. Ja. Hadden we een klein cadeautje, een nieuw speeltje, een autootje, een balletje. Nee, geen balletjes. En wat hadden we mee? Zo'n trapveer, zo'n spiraal wat van de trap af loopt. Ja. En een autootje. Ja, eigenlijk allemaal van die euro cadeautjes. Ja, van de Action en de Wordsmith, dat soort dingen. Helemaal op latere leeftijd, dan beginnen ze door te krijgen, oké, we krijgen 1 zin in het uur, krijgen we niet. Nu moet je er maar op gokken dat ze dat een beetje door gaan hebben. Want Jaden heeft denk ik met 3 van de zoveel speeltjes gespeeld. En de rest, dat was, daar kwam hij niet aan toe. Nee, dat zit nog ingepakt in de koffer zelfs. Ja, dus dat is voor de volgende vakantie. Maar dat was inderdaad een heel goede tip. En we hadden heel veel snackjes, koekjes en wat chipjes en snoepjes. Ja, om het tevreden te houden. Oh. Tip nummer 2, babyvoeding. Nou, vanuit het reisbureau wordt geadviseerd om geen babyvoeding mee te nemen. Wij adviseren het wel. Ja. Want het zit namelijk zo, als je vanuit Nederland het vliegtuig in gaat, dan wordt er niet op gecontroleerd. De controle vindt pas plaats als je eenmaal op plek van bestemming bent. En dan mag je het niet verder meenemen. Al heb ik volgens mij, misschien gaan ze er overal anders mee. Oh, we hadden het van tevoren weggegooid, maar in Amerika stond een bordje dat het mee mocht. Ja, dus het kan verschillen per plaats, misschien ook wel per vliegveld, maar bij ons mocht het. Ja. Dus ik zeg gewoon doen. In het vliegtuig werd er tegen ons gezegd van, we kunnen eten voor hem warm maken, dus roep ons gerust. Je kunt ze roepen, het kan 1.5 uur tot 3 kwartier duren. Althans, dat was bij ons zo. Ja. Dus neem ook een van die kant-en-klaar dingetjes mee die hij zo kan eten. Ook erg belangrijk. Tip nummer 3. Neem een vertrouwd knuffeltje of dekentje mee voor je kindje. Dat het iets vertrouwds heeft in het vliegtuig om lekker te kunnen slapen. Goeie tip. Ja. Heeft ook echt geholpen bij ons. Voorbereidingen. YouTube-filmpjes kijken, dagje naar Schiphol, vooral het panoramadek, allemaal doen. Om te beginnen bij de YouTube-filmpjes. Wij vonden het erg handig om te kijken naar Amerikaanse vlogs. Vooral omdat er niet heel veel Nederlandse vloggers waren nog over Disney World. Vonden wij het leuk om naar Amerikaanse vlogs te kijken. Kijk hoe zij zich hebben voorbereid, waar zij allemaal tegenaan liepen. Ja, meer om te kijken dat wij daar ook niet tegenaan zouden lopen. En tegelijkertijd had Jaden een punt van herkenning. Ja. Toen we eenmaal daar waren. Dat ook. Maar ja, wij... Dat zo vaak gezien. Ja, maar wij ook. Ja. Het was eigenlijk, We wisten al redelijk de weg, terwijl we daar nog nooit geweest waren. Ja. Een dagje naar Schiphol. Wij hebben Jaden vooraf al een keertje meegenomen naar Schiphol. Heel leuk om te melden, dus op het panoramadek staat er een kleine cityhopper. En dan krijg je al een beetje een idee hoe het is om in een vliegtuig te zitten. Dan mag je helemaal in. Je kunt in de cockpit kijken, je kunt al in de stoelen gaan zitten. Ja. Dat is allemaal ter voorbereiding. Cityhopper, weet jullie misschien wel, die hebben wel wat minder beenruimte. Dus ga er niet helemaal van uit van, qua zo weinig ruimte. Maar dan heb je in ieder geval, heeft het kind in ieder geval een idee hoe het gaat zijn. Ja. Neem je eigen buggy mee. We hadden op YouTube gelukkig al gezien dat Disney buggies redelijk ongemakkelijk zijn. Vooral voor de wat kleinere kindjes. Ze zijn heel ruim en volgens mij zijn ze ook heel hard. En je eigen buggy is ook makkelijk te herkennen. Want er staan daar honderden buggies. En de volgende tip is dan ook meteen, haal in Disney een ballon en knoop die aan je buggy. Zo herken je hem ook. Je weet al meteen, we hadden dan een blauwe ballon. We wisten al meteen, blauwe ballon, daar is onze buggy. Ja. In het begin dachten we van, wij hebben toch een buggy die eigenlijk bijna niemand heeft. Maar tussen honderden buggies zie je jouw buggy maar te vinden. Ja, want heel soms verplaatsen ze ook. Ja.
We hadden bij de eerste dag, toen dachten we eigenlijk al meteen, oh, onze buggy is gestolen. Maar hij was gewoon verplaatst, omdat hij ergens anders misschien net iets netter kon staan. Ja, maar goed. Dan. Dus, dankjewel. Dus, nou, daar ook rekening mee houden. Ja. Nummer 6. Plan de fastpassen zo vroeg mogelijk op de dag. Met uitzondering van wishes. En bekijk ook de lengte restricties. Oké. Okay. De fastpasses. Ja, voor degenen die het niet weten, je kunt fastpasses reserveren van tevoren. Daarmee hoef je dus niet zo lang in de rij te staan. Als normaal. Jayden die is ook ondertussen aan het kletsen. Oh, ben je tijden? Ja. Vooral voor de attracties waar je normaal gesproken een wachtrij van een uur hebt, is het al makkelijk om een fastpass te regelen. Maar je kunt er maar maximaal drie tegelijk reserveren. Als die drie op zijn, kun je in het park weer een nieuwe reserveren. Daarom zeggen we, plan ze zo vroeg mogelijk, want dan is de laatste zo vroeg mogelijk op, kun je weer een nieuwe reserveren. Ik zeg wel meteen bij, vanaf dan gaat het wel maar één per keer. Ja. En waar het ook handig voor kan zijn, zo vroeg mogelijk, dan heb je alles al gehad voor zover je kindje moe wordt. Dat je niet naar huis moet of naar je hotel moet en de helft niet hebt kunnen doen van wat je wil. Nee. Er is één uitzondering, zoals ik net al zei, dat is Wishes. Dat is de vuurwerkshow, kun je ook een fastpass voor regelen. Ja, die is heel laat, dus ja, dat kan niet anders. Als je echt een fastpass ervoor wilt, wij hebben dat niet gedaan. Maar ik zou hem wel nemen nu. Ja, maar als je dat wel wilt, ja, dan weet je gewoon, oké, dan heb ik 3 fastpass op een dag en daarmee moet ik het doen. Die komt eigenlijk nooit meer vrij, de rest van de dag. Tip nummer 7. Rustmomentjes. Ja. Plan ze echt van tevoren in. Jayden slaapt heel makkelijk in de buggy. Waar dan ook, dat maakt niet uit. Dus we hebben het niet gedaan. Maar als je kindje minder makkelijk slaapt, zoek dan echt op geplande momenten een rustig plekje op. En, hou je er ook voor aan? Hou je er ook aan, ja. Want ja, niemand heeft er iets aan om met een overprikkeld kind in het park te lopen. We hebben er veel gezien. Ja. En gehoord. Ja, dus ja, denk daaraan. Tip nummer 8. De ventilator en de spray. Je kunt daar in het Disneypark heb je een ventilatortje met een spuitbus eronder. En dat zorgt echt heel erg voor verkoeling. Wij hebben hem zelf niet gekocht. Joyce en René die hadden hem wel gekocht. En ik denk wel dat we hem de volgende keer ook gaan halen, want hij was wel erg lekker. Het kan echt heel heet zijn. En Jayden had er heel veel lol mee. Ja. Ik vond het echt een prachtig ding. Ja. Zo. Tip nummer 9. Nummer 9. Neem onderbroekjes mee in plaats van rompetjes. Het is daar zo warm en met een rompetje is vaak niet mooi of niet leuk om zo aan te hebben. Dus je wilt toch nog een shirtje over. Met een onderbroekje heb je geen twee laagjes. Nee. En dat heeft een heleboel geschild voor die kleine man. Ja. Tip nummer 10, de first haircut. Zoals jullie misschien hebben kunnen zien in een van onze filmpjes, zijn we met Jayden daar naar de kapper geweest. Daar kun je een first haircut laten doen. En ja. Ik vond het heel leuk. Het was echt heel leuk. Het kost wel wat, het is $30. Moet ik wel meteen zeggen, er zitten ook Mickey oortjes, krijg je er ook meteen bij. Dus als je die wil kopen, ja, als je die prijs eraf trekt, dan valt het wel mee. Scheelt je toch al met 12? $12 volgens mij. Ja. Ze bewaren een paar plukjes haar, bewaren ze in een zakje. Maar krijgt een certificaat, krijgt hij mee. En ja, het levert gewoon hele leuke foto's op. Dus, ja, ze verpakken het heel leuk. Ja, ze gaan echt heel goed met kinderen om. Ja. Dus nee, dat vond ik ook echt wel een aanrader. Heel leuk, ja. Dat was echt super. Nummer 11. Playstation staan. Nummer 11. Om de parade te kijken is het een hele goede om het treinstation te gaan kijken. Je hebt dan een heel mooi overzicht over Main Street. Het is relatief rustig. Ja. En zo kun je heel mooi de parade kijken. En je hebt de mogelijkheid dan om al wat verder van tevoren te gaan zitten. Want net op die plek waar je kunt staan, ja, heb je bankjes. Ja. Dus ja, zo hoef je niet al een half uur van tevoren op je benen te staan, waardoor je al helemaal vermoeid bent.
Dus dat is heel makkelijk. Oké. Tip nummer 12. Furious Princesses. Ja. Dat was voor ons nogal een dingetje. Jaden die vond de prinsessen vond die leuk. En alles wat niet in kostuum zat, met zo'n groot masker op, dat vond hij leuk. Dat ging goed. Ja. Alleen Mickey, Minnie, Goofy, noem maar op, dat vond hij allemaal een beetje eng. Beetje heel eng. Dus bereid je daar gewoon even op voor. Op een gegeven moment weet je wel van oké, dat vindt hij leuk en dat vindt hij niet leuk. Maar ik moet wel zeggen, naarmate we verder kwamen in de vakantie ging het wel steeds beter. Het ging wel iets beter, maar hij ging niet in zijn eentje ermee op de foto. Nee, dus houd daar rekening mee. Ook met character breakfast. Wij hadden bijvoorbeeld een character breakfast in Ohana. Was super lekker en heel leuk. Maar ja, als allemaal van die figuren langskomen en Jaden vindt dat eng en hij klimt bijna in je nek, ja, dan kan dat ook een beetje de pret bederven. Dus als je dat tijdens de eerste dag al door hebt, zou ik zeggen van skip zo'n breakfast. Ja. Tip nummer 13. Tip nummer 13, de Magic Band. Van tevoren dachten wij van, oh leuk, Jaden krijgt er ook een, maar dat past nooit. Maar als je hem uit... Ja, hoe leg je dat uit? Je kunt de Magic Band kleiner maken. Je kunt hem uit de grote bandjes scheuren. En dan past hij dus wel bij de hele kleintjes. En Jaden vond het heel stoer om ook zo'n bandje om te hebben, net als wij. En ik heb een theorie, of het waar is, weet ik niet. Maar ik denk met zo'n bandje kunnen ze precies zien wat je doet, waar je bent, hoe laat, wanneer. Mocht je je kindje kwijtraakt, dan kunnen ze hem vast opsporen door middel van dat bandje. Ja, maar al je gegevens staan er eigenlijk op, digitaal. Dus ik denk zeker wel dat zoiets mogelijk is. Maar zeker weten doen we het dus niet. Maar het ziet er leuk uit voor de foto's en de kleintjes vinden het vaak heel leuk als ze ook zo'n bandje hebben. Net als ja, dan horen ze erbij. Tip nummer 14, een kindermaaltijd. Is eigenlijk ook meteen een tip voor de volwassenen, want kindermaaltijd daar is best groot. Ik had daar al meer dan genoeg aan. Ja, wat wij meestal deden was een gewone maaltijd en een kindermaaltijd. En daar konden we dan met z'n drieën van eten. Een kindermaaltijd, dat is gemiddeld zo'n $6 of $7, als ik me niet vergis. Volgens mij nog niet eens. Nee, en er zit dan drinken bij in. Een stukje fruit of groente kun je daarvoor kiezen. Ja. En dan een gewone maaltijd. En ook iets van een koekje of zo. En nog iets van een koekje volgens mij. En dat is echt wel een hele goede deal. Dus ook als je zelf wat kleinere trek hebt dus, en je zit niet op een dining plan, dan zou ik dat zeker nemen. Want dat vult echt genoeg. Ja. Tip nummer 15, de powerpack. Ja, die haakt een beetje in op de vorige. Ja. Je kunt bij heel veel van de... Van die restaurantjes. In die restaurantjes kun je een powerpack halen. Dat is eigenlijk gewoon een pakketje vol met snackjes. Met fruit. Muesli-repen. Volgens mij een pakje drinken. Ja, van alles. Van alles. Het kost niet heel veel. Nee. $7-8. Klopt. Maar er zit genoeg in voor een paar dagen. Ja. Dus ook weer voor de kleine trek. Om een beetje het suikerlevel hoog te houden met die warmte, kan het voorkomen dat je suikerlevel wat instort. Als je zoiets bij je hebt, soms moet je best wel even wachten op je eten. En met kleintjes is dat nou eenmaal niet handig af en toe. Dan heb je toch alvast even iets waar je zoet mee kan houden. Ja. Camera en memory maker. Camera altijd meenemen. Ja, sowieso. Belangrijk. Ja. Maar memory maker, dat moet je ook zeker nemen. Zeker doen. Raden wij je nu ook altijd aan. Wat is memory maker? Je schaft eigenlijk een soort van abonnement aan, zo zeg ik het goed toch? Ja. Er staan verschillende fotografen door heel het park. Heel veel. Ja. En zoals je misschien weet, uit andere pretparken worden er ook foto's gemaakt in attracties. Nou, dan betaal je zo $5 tot $10 voor een foto. Ja. Voor dit abonnement betaal je $150 als je het vooraf aanschaft. Ja. Als je daar koopt, betaal je $50 meer. Oké. En je kunt dan allemaal foto's laten maken. Als je een foto hebt laten maken, scan je je Magic Band. En
ja, die komt dan uiteindelijk op je bandje te staan. Ja, vaak kun je binnen een paar minuten kan je hem al via de app op je telefoon kun je de foto's gewoon bekijken. Ja, dus zeker doen. Ja, naar mijn mening is het zeker waard. Ja. Waar we een paar dagen geleden achter kwamen is dat je ook echt gezinsportretten kunt laten maken. Dat wisten we nog niet. Nee. Dus de volgende keer dat we gaan, gaan we dat zeker doen. Misschien ook leuk om te vermelden, heel vaak heeft Disney World wel zo'n actie als je via DisneyWorld.com of via de Engelse Disney World site boekt, dat er een Memory Maker gratis bij in zit. Dus zeker naar kijken, want dat is een hele goede deal. Ja, en als je nou denkt van ja, maar zelf kan ik ook mooie foto's maken. Dat klopt. Hey Jaden. Maar dan staat er altijd één iemand van je gezelschap niet op de foto. Ja. En dat vonden wij zo leuk in de Memory Maker. Die staat gewoon met zijn drietjes op de foto. Ja, zeker. Dit nummer 17, de Rider Switch. Heel handig. Ja. Leg jij uit wat de Rider Switch is? Ja, als Rider Switch kun je als ouders zeggen van de ene gaat in de rij en de ander die wacht bij de uitgang en die mag dan. Die mag, krijgt dan voor. Ja. Je kunt dan van tevoren moet je dan met je kind naar de balie gaan of naar de. Ja, naar het begin van de rij. Zeg maar. Ja, er staat dan altijd iemand. Dan geef je aan dat je een Rider Switch wil. Dan krijg je een kaartje of een keycard. Het verschilt per attractie. Maar de ene gaat in de rij, die gaat in de attractie, de ander blijft bij het kind. Als de eerste weer eruit is, neem een kaartje. En dan mag je via de Fastpass ingang met dat kaartje naar binnen. Dus kun je beide in een attractie. En hoef je niet twee keer te wachten. Nee, super handig. Zo, tip nummer 18. Een beetje. In eerste instantie klinkt het een beetje een rare tip, maar het klopt echt. De tip is namelijk gratis souvenirs. Geloof het of niet, maar in Disney kun je ook gratis souvenirs krijgen. Jij moet maar even als ik iets vergeten. Ja. Denk als eerste aan een button. In Disney kun je verschillende soorten buttons halen als je iets te vieren hebt. Tot aan een eerste bezoek aan toe. Je gaat dan naar Guest Relations, dat is eigenlijk naar de klantenservice, hoe zeg je dat toch? Ja. En nou, dan geef je aan wat je te vieren hebt. Ik was bijvoorbeeld jarig, dus ik zei, nou, ik wil graag een verjaardagsbutton. En dan kreeg ik zo'n button en mijn naam stond erop. En als je jarig bent of als je een jubileum te vieren hebt, kun je soms wel eens leuke reacties krijgen van de castmembers die daar werken. En bij een verjaardag wil het soms zelfs wel eens gebeuren dat wanneer je bij een table service gaat dineren, dat je een gratis toetje krijgt in de vorm van een cupcake met een kaarsje erop. Dus dat is heel erg leuk. Dat is niet zo helaas. Ja, wij hebben niet zoveel naar de table service gegaan. Nee, dat is waar. Dus misschien de volgende keer, want de volgende keer dat we gaan, dan gaan we waarschijnlijk met Sins verjaardag. Dus dan zullen we het zien. Wat voor buttons heb je nog meer? First visit. Anniversary. Ja, just married. Ja. Yeah. En ik vergeet. Family reunion. Ja. Yeah. En zo heb je er nog wat. Ja, van alles. Maar goed, dat is dus gratis souvenir 1. Er zijn er nog meer. Heel veel castmembers hebben ook stickers op zak. En ja, vraag er gewoon naar en dan krijg je een leuke Mickey sticker. Jane die had er op een gegeven moment een stuk of 20 in totaal gekregen. Ja. En die zijn leuk voor in je plakboek. Dus dat is een leuke. Ja, wat eigenlijk ook wel een soort gratis souvenir is, vind ik, is eigenlijk die refillable mug. Ja. Want je koopt in het begin kun je dus een refillable mug kopen. Betaal je $18 voor. Moet ik wel bij zeggen, dat kan alleen in de hotels. En als je die koopt voor $18, dan kun je, zolang je daar verblijft, kun je gratis drinken tappen in de verschillende resorts. En nou ja, die beker mag je uiteindelijk houden, dus ja, dat is een soort van free souvenir, vind ik. Want je betaalt eigenlijk voor het drinken en niet voor de beker. Ja. Dus dat is een hele leuke gratis souvenir. En vergeet ik er nou nog eentje? Ja, je kunt die kaartjes halen. Help me even. Nee, ik weet niet hoe ze heten. Oh, die Sorcerer's kaartjes. Ja, je kunt, als je met je kinderen bent, dan is er een spel wat je kunt spelen. Sorcerer's of met je kinderen. Die kun je voor het met je kinderen kun je die halen bij de brandweerkazerne. En dan krijg je kaartjes. Dat kost helemaal niks. En dan kun je door het hele park een soort spel doen, een digitaal spel. Ja.
als ik het kan vinden, dan zal ik een linkje in de omschrijving plaatsen waar er precies omschreven wordt hoe het werkt. Dat is wel erg leuk. Dus dat is inderdaad nog een laatste goede souvenir. En volgens mij. Even na te denken. Voor mij hebben we de meeste gehad. Maar als jullie er meer weten, zet ja, ze. Ja, niet helemaal gratis, maar wel bijna gratis. De Penny Press. Penny Press, ja. De Penny Press, dat is een leuke gratis souvenir. Je betaalt daar hoeveel moet je erin stoppen? Ja, sowieso een penny. En volgens mij 50 cent. Ja, dus zeg maar 55 cent. Nee, 50 cent dacht ik. Dat dacht ik ook. Zo'n 55 cent is het per muntje. Die kun je in een automaat doen. En dan kun je kiezen voor verschillende opdrukken op je muntje. Je kent het misschien wel, want in verschillende pretparken hebben ze dat wel. Ja. Echt gratis is het niet, want het kost wel 50 cent. Maar ja, als je klein geld over hebt, dan is het een... Je krijgt ook wel pennies terug en die gebruik je eigenlijk niet meer. Nee, dat klein geld gebruik je heel lastig. Althans, ja, als het een vreemde valuta is, dan vind ik het heel lastig om dat klein geld te gebruiken. En alles kost zoveel 99. Ja, dus je krijgt eigenlijk bij elke transactie onderhand een penny terug. Ja, klopt. Dus, maar ja, goed. Als jij er dus nog meer weet, zet het dan in de omschrijvingen. Ik ben er vast wat vergeten, maar dit is wat ik zo snel kon verzinnen. Gaan we nu naar de volgende tip. Tip nummer 19. Wacht met souvenirs kopen. Het is heel verleidelijk om meteen, als je in winkeltjes bent, oh dat is leuk, dat wil ik hebben, om het meteen te gaan kopen. Maar wacht even tot je naar een outlet bent geweest. Of naar de outlet. Naar de Disney Outlet Store. Of dat je naar alle winkels bent geweest. Of in alle winkels bent geweest, inderdaad. Niet dat de prijzen verschillen, ze zijn overal even duur. Nee, klopt, maar dan weet je wel wat je echt graag wilt. Maar in de Outlet Store zijn dingen gewoon vaak... Ja, dat gaat soms wel tot 70% vanaf. Ja. En dat is echt wel de moeite waard. Dat is echt heel erg de moeite waard, inderdaad. De outlet store die is te vinden op Finland Road en op International Drive. Finland Road is nu de grootste, want die op International die is sinds kort dus weer open. Maar die hebben ze gehalveerd in grootte. Dus ik zou Finland Road wel aanraden. Ik geef er meteen wel bij, als je zegt dat je naar de premium outlets wilt, dan brengen ze je standaard naar International. Zeg dat je naar Finland Road wilt. Zeg dat 3 keer, want anders gaat het nog mis. Ja, dat hebben wij gehad. maar op het algemeen, als je bijvoorbeeld de taxi neemt, dan weten ze het wel. Maar met de bus is het kennelijk nogal lastig. Ja. Mensen kennen Finland Road, ken ik niet zo heel goed. Maar wacht inderdaad even met knuffels kopen. Knuffels of ander speelgoed kopen, want kinderen die vinden alles in het begin leuk. Ja. Hebben wij ook last van. En wacht eventjes en kijk op een gegeven moment wat je echt leuk vindt. Als je echt iets ziet waarvan je zegt van oké, dat wil ik zeker meenemen, wacht dan niet te lang, want dan kun je ook nog altijd de kans hebben dat je op een gegeven moment niet meer kunt vinden. Ja. Want dat hadden Joyce en René bijvoorbeeld met een treintje. Die hadden een treintje gezien, die hadden ze overal gezien. En op het laatst hadden ze moeite om datzelfde treintje nog te vinden. En gelukkig hadden ze het op het laatst nog. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze tips. Nog eentje toch? Nee, want jij hebt hem daarnet al in verwerkt. Dat was de Disney Outlet. Oh. Dus die had je al in verwerkt. Dus dit waren onze 19 tips uiteindelijk. Om voor het reizen met kinderen naar Walt Disney World. En eigenlijk ook wel andere vakanties. Maar zoals ik zei, het was vooral op Disney World gericht. Ja. Mocht je nog wat missen, zeg van, goh, daar hadden jullie elkaar moeten denken. Laat even een reactie achter, want ik ben heel erg benieuwd wat jullie tips wel zijn voor het reizen met kinderen. Misschien hebben wij er nog wat aan als we weer gaan. Ja, precies. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En duimpje omhoog. Duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer je op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Ja. En graag tot de volgende keer. Doei!